Feta. Yes. Feta is een... ja, ik train met hem. Ik spar met hem. We boksen samen. Dus die jongen is gewoon een hele slimme vechter. En ik moet zeggen, zelfs ik als Le Professor, ik kan zeggen dat hij een hele slimme vechter is. Dus het komt wel goed. Als de professor het zegt, dan zal het wel zo zijn. Ik bedoel... En ja, wat weten we van hem? We hebben ook van goede namen gewonnen. Luro Kessner. Ja. Noem maar op. En ja, tegen wie die moet is ook geen, niet de verkeerde. Ja. Dus ja, ik beloof het. Ja, Feta is een jongen die op de training al vooral altijd heel erg scherp is. Hij is altijd gebrand en altijd weet je, let op de kleine dingen. En ik denk dat het vanavond eigenlijk dingen die gewoon helemaal niets aan het toeval moet overlaten. En gewoon zijn ding moet doen. En ik denk dat hij niet heel veel moeite gaat hebben vanavond met die jongen te houden. Doe zo. Die benen moeten naar binnen. Iets meer naar binnen. Overdreven. Ja, dat is al beter. Kijk, en dan niet zo. Ja? Huh? Maar dicht. Die ellebogen moeten niet vliegen. Je mag ze best wel een beetje houden, maar dit is echt overdreven. Ik ben gewoon zo, kort. Ja, dicht. En ontspannen bovenlichaam. Oké, okay, box, licht mee. Ik heb een paar keer zien vechten en het is nooit stil tijdens zijn partij. Nee. Het is altijd wel... Zo ook iemand die geen angst kent. Gewoon naar voren. Knokken. Ja. Knokken, knokken, knokken. Dus ja. Verspilling? Als Feta zijn gameplan aanhoudt, dan gaat hij zeker met de winst vandoor. Ja. Ik hoop stiekem op een KO, want ja, daar hou ik gewoon van. Maar als dat niet gebeurt, zie ik verder winnen. Gameplan, ik heb het nou al verraden. Wat is een gameplan dan? Ja, dat moet je nu niet zeggen. Nee. Dat is gewoon wel naar de partij. Ja, maar Feta heeft hard getraind. Ik heb ook samen met hem getraind, Moesie. En ik denk dat hij er helemaal klaar voor is. Hij is gebrand. Hij wil weer laten zien dat hij hard terug gaat komen. Dus ja, ik denk... de harde pot van zijn kant wordt. Laat ik het zo zeggen, koud kot, veel knieën. En trap. Dat is goed. Ja, dat gaat, wordt geen volle partij. Ik denk dat Feta voor vroegtijdig een beslissing zal maken in de wedstrijd. Nick Beljaert, bokst goed, combineert ook heel goed met zijn benen. De jongen die alleen naar voren loopt, kijkt goed. Dus het wordt wel een leuke partij. Ja, ook lekker explosief en oh ja, het ouderwetse kickboksen, boksen, low kicks. En ja, gewoon geen gras over laten groeien. Dus. Is daar een reden voor? Nou, het klopt. Ik train sinds kort bij het topteam in Verwijk. Ik doe daar voornamelijk kracht en conditie. En ik train ook nog twee keer in de week bij Moesie. En dat heb ik gedaan omdat ik een nieuwe prikkeling nodig had. Ik was niet meer zo gemotiveerd om te gaan trainen en ik was een beetje zat en zo. Dus vandaar dat ik even nieuwe prikkelingen ging zoeken. En ja, ik heb het wel naar mijn zin daar. Vanavond vecht ook Feta. Wat verwacht je van zijn partij? Feta en Benassa natuurlijk, hè. Wat verwacht je van hun partijen? Nou, ja, dat zijn twee toppers. En zijn alsnog ook heel goede vrienden van mij. We hebben veel samen getraind. Nou, ik ga er gewoon vanuit dat ze gaan winnen. Zoals al hun andere partijen. Ze zijn toptalenten die gewoon de kans moeten krijgen, vind ik.
En ja, af en toe wordt ze wel ontweken. Maar ja, ik vind gewoon dat ze een kans moet krijgen. En je hebt verleden week gevochten? Ja, zaterdag. Hoe is het gegaan, die partij? Tegen wie vocht je? Ik vocht tegen Ali de Merci van Team Gunjar. Dat was een rematchpartij, was goed gegaan. Ik heb partij gewonnen op punten, 3 rondes lang. De eerste ronde ging een beetje eerst aftasten, we gingen een beetje gelijk op. De tweede, derde ronde heb ik op mijn naam gegooid. Ik heb hem gewoon gesloopt. En hoe gaat het voor eens met Team Amrani? Zijn er nog ontwikkelingen? Nou, Team Amrani, we hebben afgelopen periode goede resultaten geboekt. En ik hoop dat we dat nu aanhouden. En ja, ik heb eigenlijk niks te klagen, ik ben trots op ze. En het gaat echt goed. We gaan als een speer. En wat verwacht je van Marwan zijn partij straks? Marwan heeft de afgelopen partijen allemaal gewonnen. En daar ga ik nu ook vanuit. Maar ik ben wel de afgelopen week gebeld voor een invalpartij. We zijn pas donderdag gebeld. Het is nu zaterdag, 2 dagen van tevoren. En we hebben het daar gewoon aangenomen. Dus ik ben wel benieuwd hoe het gaat lopen. Maar ik heb er wel volle vertrouwen in. Wie heb je nou allemaal verslagen van Team Gunjar? Ik heb van Team Gunjar tegen Gernildo Kers uitgevochten. Toen trainde hij nog bij Gunjar, nu traint hij daar niet meer. Toen heb ik tegen hem gevochten, mijn eerste B-partij, heb ik van hem gewonnen. En daarna vocht ik tegen Ali de Merci, mijn tweede B-partij. Ik heb ook van hem gewonnen. Daarna stond ik tegen Emin Osbasi van Team Gunjar en die had afgezegd. Had ze Brian Boekers gehaald. Toen die heb ik van hem ook gewonnen. En daarna was het weer Ali de Merci. En ja, van hem heb ik ook weer gewonnen. Dus het zijn 4 keer. Hoe is het met jou reden? Ja, goed man, prima. Verleden week gevochten, kan je wat vertellen over die partij, waar het was, tegen wie en dergelijke? Ik vocht inderdaad vorig weekend, vorige week zaterdag. Ik vocht tegen een jongen uit België. Destijds de regerend Benelux kampioen. Ik kreeg de kans om tegen hem te vechten voor zijn titel. En die heb ik meegenomen naar Nederland. Ik vocht in België, in Troost. In een klein stadje net over de grens. En hoe is de partij gegaan? Je hebt gewonnen, maar hoe heb je gewonnen? Na de eerste ronde, het waren 5 rondes. De eerste ronde ging hij meteen open. Hij had een best wel hele diepe scheur hier net van boven zijn neus. Volgens de ringarts mocht hij toen eigenlijk al niet meer doorvechten. Maar ze hebben hem toen toch nog een beetje gemast en dat hij net nog mocht doorvechten. En in de 5e ronde was het fataal. Toen ging hij neer op een rechtse cross. En toen stond hij stond net op tijd op, maar op een gegeven moment was het klaar. Toen heeft hij mij uitgeteld, de scheidsrechter. Toen ben ik Benelux kampioen geworden, tot 63,5 kilogram. Hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, stap, hè. Ja, trap, 1, pas, ja. Wat ik hier kom doen, ik kom natuurlijk voor de, hè, waaronder Veta, dus... Voor hem kom ik eigenlijk. Even knallen. Hij vecht een invalpartij tegen Nick Beljaas. Wat verwacht je van die partij? Ja, het wordt gewoon een toppartij. Die andere weekt alleen maar vooruit. En Veta vecht wat slim is, gevaarlijk met zijn knieën. Dus, hij is heel technisch. En hij kan heel goed trappen.
En hij kan heel goed zeg maar zijn tegenstander neutraliseren. En ja, hij is een hele slimme vechter. Dus het wordt een hele technische partij. En we hebben samen getraind, dus ik weet dat hij voor hem is. Gaat hij over de 5 rondes of niet? Ik hoop het niet natuurlijk. Ik hoop dat hij voortijdig wint. Maar als hij niet op punten wint, denk ik, als hij niet neerhaalt, denk ik dat hij op punten wint. Ik denk ook dat hij op punten gaat winnen. Denk ik toch.